First. Yo, hier dan. Ja, is goed, man. Ik ga je wel even inviten. In een momentje hoor. Ik zal even de stream in te stellen en zo. Ah, ik zal je meteen wel even inviten. Dan heb je hem in ieder geval. Laat een potje spelen. Ik wil even 50 candy corn halen, want ik wil graag zo'n crate openen. Jichtan. Daar ben je. Ik heb altijd zoveel mensen online op zondag, joh. Ja, is goed, Jorik Meester. Gaan we even met z'n drie even 3 tegen 3 spelen? Ja, heb eens. Yo, Arjan. Hoezo, wat doe ik? Oh, ja, ik was een type tegelijkertijd aan het praten. Oh, ja, nee, we zijn al met z'n drieën. Ik wil even. Ik doe straks wel een potje met jou. Ja, ik wil graag even, zeg maar, gewoon online spelen. Geen private matches. Dus. Dan kunnen we met z'n drieën spelen. Ja, 4 tegen 4 chaos, maar. Nou, daar vind ik ook geen donder aan. Dan speel ik liever gewoon ranked 3 tegen 3's. Nee, weet je wat het is? Ik wil graag zo'n Halloween crate openen. En ik moet nog 18 candy corn. Dus dat is. Ergens tussen de 3 en 6 potjes. Wil je volgens mij tegenwoordig ook 2 candy corn krijgen? Er zijn wel weinig mensen normaal. Nou, het is natuurlijk pas 5 minuten aan het streamen of zo, maar normaal zijn er meteen als ik de stream aanzet dan wel 5 of zo. Echt joh, echt? Kerel, kerel. Rijdt achteruit tegen me aan, blijft gewoon achteruit rijden. Nou ja, Party die zorgt tenminste voor dat Rocket League nog meer gaat laggen. Maar ik lees de chat wel hoor. Meestal, als ik eraan denk. Hoppa. Gesloopt. Come on. Hoppa. Een D8 en F. Oh.
Kan je niet even wachten tot ik thuis ben? Waarmee, Levi? Giveaway is bij 1000 abonnees. Dat is heus niet voordat jij thuis bent. Ja, tenzij je nou ergens op vakantie bent, maar nog 99 abonnees tot de giveaway. Ik denk niet dat we het vandaag überhaupt gaan halen. Het is meer dat mensen weten dat er een giveaway is waar ze aan mee kunnen doen. Nee, sorry, ik heb echt al 12 mods. Je wifi is weg? Uh-oh. Geen probleem, Jigital en ik redden het met z'n tweeën wel. Ja, misschien moet je even het modem resetten als de wifi uit is. Nou, telefoon denk ik. Ja, je bent al gekickt wegens inactiviteit. Yo, GamerNL. Maar dan moet je even gewoon de modem resetten, joh. Ik hoor van bananen en ik ben geband van Rocket League. Pieter Post, een man met leverkaas. Wat? goud 1. Hey, doe zelf een giveaway. Hier dan, hij laat ons niet achter, joh. Het is zijn wifi is uitgevallen. En snel. Oké. Okay. Ik denk dat ik dat zelf even ga bepalen, Boxloten. Maar bedankt voor de tip. Nu opschieten, pot voor drie dubbeltjes. Want anders. Ja, wat anders. Oh! Hoi, Rick Boosma. Een keer Fortnite. Ja, tuurlijk. Ik doe best wel vaak Fortnite. Zeker wel meerdere keer per week. Nee, klopt. Ik doe nooit giveaways, man. En hou op het schelden. Dus je eerste en je laatste waarschuwing. Hey, thanks man, Ruben. Hoeveel wins heb je? Oh, dat is een goede vraag. Gaan we eens kijken. Yo, Piranha. Oh, oh. Oh, jee. Oh, dat gaat niet goed. Oh, dat gaat nog goed ook. Maar, jeetje, van het verhaal, ik ga het zo even lezen hoor, Arjan. Als ik dat helemaal ga lezen, dan krijgen we 3 doelpunten tegen. Ik weet hoe het gaat. Maar ik ga nog wel een keer voor je doen. Ik heb er best wel een leuk idee voor. Ik ga alleen niet zeggen wanneer, want dan blijft de. Weet ie? Doos nog wat blijft hier. Had ik een straf en ik moest in mijn kamer. Ik vond het best goed dat ik ook op de PlayStation. Ik moest 1 uur in mijn kamer blijven. Toen was het overkwam mijn moeder te zeggen: je mag komen. Toen zegt ik op de PlayStation was het de nog boos. Wow. Ja, goh. Nee, maar. Oh, wow. Ik zal hem even weergeven dat jullie allemaal kunnen zien. Wat Box Lota allemaal zegt, gasten. Echt, hè? Zie je dat, wat hij net zegt?
Gewoon nog treden, we hebben dan invite gegeven. Ik ga nog wel treden, maar niet nu meteen. Ja, ik ga hem ook bannen. Ik ben veel beter in Minecraft. Ja, de server went down for maintenance. Oh, dat is jammer. Hij had. Kom je nog? Ja, ik weet niet. Ik kreeg een melding dat de server down was. Oh, zo. Maar. De Runic Mage Legend die was alleen maar geliefd omdat hij hoe heet dat, server dat wifi problemen had. Kan natuurlijk weinig aan doen als zijn wifi uitvalt. Ja, ik weet het joh. Ik heb ook wel eens dat ik denk van ja, weet je, waarom? Ik bedoel, ik val hier niemand lastig. Ik ben alleen maar een potje aan gamen. Komen er gewoon willekeurige mensen die ik niet eens ken, de stream in. En die zeggen allemaal, gaan allerlei dingen over je moeder zeggen. Kom op. Alleen para. Nee, maar ik bedoel, wat voor leven heb je ook als je zeg maar zo. Oh, zondagmiddag. Nou, ik kan maar één ding bedenken wat ik echt leuk vind om te doen: mensen hun moeder uitschelden via de PlayStation. Ja, joh, man, weet je wat het is? De Rocket League stream en de YouTube. Ik heb YouTube aanstaan op de laptop, zodat ik de chat nog kan zien. Dat is samen wel echt zoveel dat. Zoveel data dat. Discord misschien niet zo'n heel goed idee meer is. Want ik heb altijd, als ik. Ik chat ook wel eens met de party. En. Nou, dat werkt best wel goed. Als ik dat in Fortnite doe. Doe ik dat in Rocket League, is meteen een trage bagger. Pieter Post. De man met zijn leberkäse. Oh ja, ik zal je even inviten, Arjan. Moet ik nog iemand inviten trouwens? Als ik dan toch bezig ben. Plus, ik heb geen Skype, dus dat is ook. Ik heb helemaal geen toren. Mr. Donkey Kong. Ik hoef niet op kickboxen. Mijn zus heeft een Turkse vriend. Oké. Okay. Oh man, Pieter Post. Pieter Post, ging net zo lekker.
Weet je? Don't make me ban you. Ja, ik zou zo even inviten, Piranha. Yo, Dollar Bill, what's up, bro? Saffron Somba is volgens mij echt 6 tot 8 of zo. Oké, guys. Ja, gaat goed, Morven, met jou dan. What if I told you I had Playmaker Heatwave? I don't know. I'd say good for you. Lots of people have Heatwave, and Playmaker isn't even that good of a certification. I mean, it's a good decal, but. Oh yeah, I remember you, man, Logan. Nee, sorry, ik ben niet echt op zoek naar Hustle. Ik sla even over. What is the giveaway? Oh, I'll be giving away keys and crates at 1000 subscribers. Giveaway. Just gonna put the chat in a new screen because I want a full screen chat. Okay, so who was I gonna invite again? Give me one second. Definitely Ken Gamer. Tamimi. Even zien. If it's something good, I'll bring for you 4 subs. Oh, I'm giving away 6 keys and 15 crates, Logan Paul. Trying to find some people to invite. Oh yeah, Mr. Donkey Kong. That's it. And the Ollie Boys. I will invite all of you. De best. Okay, I'm inviting all of you guys, so just give me one second. Gewoon houden. Okay. Nice name. Nee, kan alleen treden met PlayStation.
Okay. Oh, dollar bill. I'm sorry, I couldn't invite you anymore because yeah, I could only invite seven people. I don't even think everyone will be able to join the party. Okay. Yeah, I'm sorry. There were already four people in the party, so I invited seven more, but you can't invite more than seven, so. Dan sparen voor de Sentio set, joh. You can still like make me a trade offer if you see anything you like, by the way. Oh, I'm gonna give you giving away a sky blue septum in about well, in a couple of minutes. I've got a great idea for a game. Draco painted. No, I sold mine. Heb ik jou niet geïnviteerd, Piranha? Wat was jouw PSN dan? Lime topper. Oh. De Wildcat eerst of? Oh, nou ja, vooruit. Dat jij het bent. Je hebt Bubbly trade on PC. Ah, oké. Okay. Maar ik dacht dat iedereen die in de lijst zag staan had geïnvite, Piranha. Oh, spannend! Eén momentje hoor, Dennis. Even. Ja, die heb ik zeker geen fight. Misschien dan de verkeerde Mr. Donkey Kong, er stonden wel een heleboel. Ah, de Revenant. Nou. Nou, ik ga straks een giveaway doen, ja. Niet nu meteen hoor, maar zometeen. Certified. Oh, come on, Reaper. Wees Striker certified. Dan ben ik echt gelukkig. Scorer, best redelijk. Poeh. Iemand een idee wat Scorer Certified Reaper ongeveer waard is? Yep. What do you want behind Reaper? What do you want behind Reaper? You mean what I'll trade for it? I don't know, I'd need keys for it, that's for sure. Or maybe like, I'd probably do Heat Wave? Ja, de party is vol, dus gaat even niet. Ik ga heel even. I'm just gonna post it on Reddit. Keys? Ja, ik dacht meer omdat die score certified is. Ik zal ook wel even de unpainted items neerzetten dan. Mag ik je account hebben? Grey Vault. Nee, ik heb wel witte vaults. Maar ik heb de dure variant van de Grey Vaults. Wist je dat Grey Vaults en witte Vaults exact hetzelfde uitzien?
Er zit helemaal geen verschil in. Ik heb het laatst gekeken en er was nul verschil. Oh, ik heb al twee Reapers gekregen en Vampire Bats. Ik sla even over te Mimi, sorry. Ja, wie moest ik nog inviten? Even kijken, Lorenzo. Zo. 11, dacht ik. Een giveaway doen met de Reaper. Dat denk ik niet. Ik denk dat ik die wel graag gewoon wil traden voor keys. Want dan kan ik namelijk wat meer giveaways doen nog. En af en toe crate opening of zo. Oh ja, Dollar Bill, I'll invite you too, man. Dollar bill, dollar bill. You should get like a picture of a dollar bill as your icon, dollar bill. Mr. Donkey Kong. Ja, is het gewoon zo aan elkaar? Zit aan het einde, zit dan een laag streepje, toch? Mr. Donkey Kong. Ja, ik ga zo. Ik begin zo met de giveaway. Ik ben alleen even. Een belachelijk veel mensen aan het inviten. Dat is ook maar één plek in de party, dus. De eerste kan er meteen in, de rest zal moeten wachten tot er weer een plekje vrij is. Oké, I'm sending 5 invites right now. Robots are pretty cool too. Sure, I'll only show one of my items, but you have to show all of yours. Okay, these are my painted items, but I really don't want the titanium white Merc, bro. It's worth like half a key, I think. Yeah, it's full, but you know, if someone leaves, you can join. I mean, nothing, sorry bro. Oh, nou, alsnog, dan hoef ik die niet echt. Nee, ik wil even. Ik zou traden met Dennis, geloof ik. Oh. Yo, professor YouTube, alles goed? Hext uit crate. Ha! Weet je wat ik net aan een crate kreeg, jongen? Check it! Ik open twee van die Halloween crates. Nou, de eerste was vetmatig en toen kreeg ik score Certified Reaper.
Ik ben niet aan het opscheppen, ik ben gewoon aan het vertellen wat ik net gekregen heb. Ik ga hem trouwens wel equippen ook. Hij staat nog eens op mijn interval te sturen. Boom! Dab. Yep. Ja, de lobby is al een hele tijd vol. Ik Sub-Zero en Hex. Ali Kappa, yeah, I think I've spoken to you before. Huh? Nou is het ook niet mijn bedoeling om op te scheppen. There. Well, thanks, Harris. Oké, tot straks, Piranha. Forescreen FSL, Cobalt Looper. Yep. Okay. I love Rocket League and I have Hexed. You just removed the key, yeah. Wow. Refresh? Ja, Striker Reaper? Nee, ik heb Scorer Reaper. Subgames, yeah, I'll play some subgames in a moment. Ja, het is een typfoutje. Nou, typ. Octane Shizu or Octane. Yeah, I've got an Octane Snakeskin probably. Dude, what? Changes off like 10 times. Dude, swings, pro don't spam on my channel. I don't come to your cha live stream to spam all over them. Come on, here you got, here you go, 5 minute, the 5 minute timeout. Namco, I'm sorry, but I think the party's, yeah, the party's entirely full.
I will invite you if you have octane snakeskin. Okay, talk to you in a second, Dollar Bill. Yeah, I think I have octane snakeskin, but I don't know. What do you want it? Dude, can I try the... Oh, damn it, that's not... Can I at least try to see if I have an octane snakeskin? Dudes. Oh man, come on. Ik heb een idee voor de giveaway, ja. Maar ik ben nog wel even bezig, zoals je ziet. I'm just checking to see if I... Yeah, I've octane snakeskin. Wait, why is one here and one here? Oh, doesn't even matter. Okay. Yeah, I'm trying to find your... What's your PSN? Because I've got well, a lot of invites. Wait, are you Lost Nikolorik? Anyway, man, you want to see what I have? Okay. Oh, Joker's play. I did not get that invite, man. I just checked. Anyway, there's got to be someone else with Octane Snakeskin, right? I mean, I can invite you if a spot becomes available in the party, but I don't really want to leave this party, to be honest. Okay, I did not get the invite, man. I did not. Absolutely not. Yeah, well, I'm sorry, the party's full right now. Can I have one Zumba? Yo, Damien. Had ik al yo, Damien gezegd? In de war.
Oh, donatie. Cool. Maar ik kan niet inviten, man, want de party is helemaal vol. Dus go down and find my name. I'm not looking for unpainted wheels. Oh, Joker, let me explain you one more time. I just checked. I'm checking again now. I'm scrolling down up to like half an hour ago. There's no invite. Please, nu de giveaway doen. Nee, ik doe straks giveaway. Ja, op zich wel DD Games, maar de party is helemaal vol en ik kan echt niet mensen gaan kicken ervoor. But I'm telling you, I don't have your invite, man. I mean, maybe Rocket League's buggy or whatever, but I just don't have it. Ajax of Feyenoord, kan mij dat schelen, joh. Ja, DD Games, geef hem gewoon aan iemand anders in de chat. Ik bedoel, ik vind Carlos wel tof, maar ik zou hem toch ook gewoon weer weggeven, denk ik. Oh, and welcome back, Dollar Bill. Name that song. Somebody was telling me the world was gonna. I ain't just. Is it? It's, I think it's Blink 182. Dollar Bill. Ah, okay. Nou, mooi, Arjan. Ja, ik wil wel. Ja, of die Hellfire of Keys. Want Hellfire is nogal te ruilen voor Keys. Maar het liefst gewoon keys. Dus dan is de vraag: wil je een van mijn items? Yo, I knew it. Kijken. Ja, alleen para.
No, but was I right? It's Blink 182, right? Joel. Nee, sorry. Nu wil ik eigenlijk wel gewoon graag ruilen voor keys of zo. Arjan, ik wil ook wel graag gewoon items ruilen als jij wat keys erbij doet. Eigenlijk wil ik überhaupt gewoon graag keys. Hey, Mr. Dougie. Ja, Fated Wheels. Ja, die sombas zijn leuk voor de rest. I'm overpaying, oh my god. Well, there's so many people here right now. Oh, by the way, guys, there's a big, no, not too big. Big gi key giveaway coming up. I'm gonna be giving away 6 keys when we reach 1,000 subs. And probably, something extra too. So, yeah, join the giveaway. Just follow the link. Put your PSN in the comments below the video. No, sorry, bro. It's only PS4. Yeah, subscribe. Also, maybe like this stream or whatever. And, also, there's gonna be a live giveaway as soon as I'm done trading. Oh, 907 subs. This is going like really, really fast. Might even make it to 1,000 today. Mag ik ook? No, yeah, no Xbox giveaway. Sorry, I don't have an Xbox. Of geen Painted Wheels? No, not looking for Painted Wheels, bro. Command. Nou, deze voor groene Samba, Arjan. Ja, PSN only. Ja, yeah, 'cause I'm only on PSN, so how could I possibly I can't even give away the Christmas tree for free. Yeah, I'm sorry, bro. The party's completely full, Dakota. I'm just gonna try everyone until I get rid of my Christmas tree. Don't say anything at all, just pass him a Christmas tree and that's it. Come on, accept! It's a free Christmas tree! Show Painted Wheels. Okay, at the start of every trade, I'm gonna try to give away the Christmas tree until I find someone who will take it from me. this is a ridiculous plan. Oh yeah, Painted Wheels, eh? Sorry. Painted. These are my Painted Wheels. Cash. Hey now, you're an all-star. You got I don't remember. I know the song Dollar Bill, but I don't know who wrote it. I do kind of like Saffron Dracos, but wait, is it Saffron or Lime? Oh, Lime Dracos. Yeah, I guess I'll.
Offer like I'll offer a purple vault for it. Oh. Sorry about that. House on though. You feel like you're the only one speaking English. Well, imagine how I feel. Everyone's talking Dutch to me, but I know I have to speak English because otherwise my English viewers won't understand a word I'm saying. Yeah, what are you? Are you from like England or America or something like that? Gonna try and give away the Christmas tree. Take it, take the Christmas tree. It's a free Christmas tree. Someone's taking the Christmas tree. No, he's stealing my Christmas tree. Well, my Christmas tree was stolen. Murga, murga. Makes sense with the whole dollar bill. I mean, of course, there are other countries where they have dollars, but. Can I play with you? Well, I could start a private match in a few minutes, but I've actually got something planned. Just let me finish this trade, and then I'll get to the giveaway. I could tell you right now what the price for the giveaway is going to be. It's going to be these sky blue septums. Ik kan niet invite man, fietsman. De hele party zit vol. Haven't done the giveaway yet. Nee. Moet ik ook een party maken? Oké, I'm gonna explain how to win right now. I'm gonna leave this party so I don't get invited every single second. Just give me 1 second, I have to prepare something for this. It's gonna be a lot of fun, you'll see. How do you get get like Rocket League live streams? Oh yeah, gaming on YouTube. Going to YouTube gaming. I'm gonna look for a Rocket League. This is a great plan. There's 122 Rocket League live streams right now. See? Could have done a little more preparation for this for this actually.
No, I'm not inviting everyone right now, okay? First, I want to do this tiny little giveaway game. It's di different from normal because it's not going to be like I'm just going to randomly give it to someone. Yeah, you've got to do some work for it. Here's the grand prize. Beautiful, beautiful blue septums. Absolutely beautiful. Or, well, at least they look pretty decent. Here they are. See? Pretty cool wheels, eh? So I am in one of the 122 live streams currently on gaming.youtube.com. Here's a list of all the Rocket League live streams. I'm in one of those streams. So go there and say this. Hashtag is Butso Bob here? Oh. Okay, if you find the live stream I'm in and say hashtag is Butso Bob here, the first one's gonna get the blue septums. So try and find me. Not here, Dan. Come on. I'm in a stream somewhere. Traden? Nee, nu even niet. We zijn een game aan het doen. Ik zit ergens op YouTube in een livestream. In een van de vele livestreams op YouTube van Rocket League. Een van deze streams ben ik. Daar zit ik in. Als je als eerste de stream vindt waar ik ben en zegt van is Batsu Wap hier? This is gonna be so much fun. I hope you guys find me. And I'm in one of the Rocket League streams. There's 122 streams live right now, so if you manage to find me, the first person to say is Butso Bob here in the stream where I am will get the we'll get the free septum. Guys, you all know I'm here. There's another stream where I'm also in currently. Yeah, in een van die streams ben ik. En als jij als eerste in die stream zegt hashtag is Batso Bob hier, dan krijg je de blauwe septums.
Geen één tip. Okay, guys, if you can't find me, I'm in a stream with less than 10 viewers right now. That's a pretty decent tip, right? The stream I'm in currently has less than 10 viewers, so it's a really small stream. I hope someone finds me, so I don't have to look at the other chat all the time. Professor YouTube? Professor YouTube, I'm in a, ik ben in een, ik zit ergens in een Rocket League stream. Als jij als eerste zegt, is Batse Bob hier in die stream? Dan zeg ik, Batse Bob is hier. En dan krijg jij blauwe septums. Yeah, there's just over 100 streams live here on YouTube. I'm in one of the smaller streams with about there's six people watching right now. Try and invite me. This is the first time I'm playing this. I'm not really sure if it's even gonna work or if it's gonna be or if you guys are gonna like it, but you know, it's something I wanted to try out. Well, no, you have to find the stream I'm hiding in. I'm not hiding here. But I'll give you the first hint. There's less than 10 people in the stream. And the word tournament is in the title. Okay. Iron found me. Dude, Arjan, je hebt me al gevonden. Ben je gewoon alle streams langs gegaan, of niet? Arjan heeft. Oké, één tip. Arjan heeft net al gepost in Batsumov hier in die stream. Zo, good game, Arjan. Heb je nou gewoon elke stream geopend en dit gewoon Ctrl-C, Ctrl-V gedaan of zo? Maar, nice man. Oké, ik vind het op zich een redelijk werkzaam idee. Deze stream zat hier in. Daar zat ik in. Ja, ik dacht al, zodra ik zeg hoeveel kijkers erin zitten, dan. dan komt iedereen daar in die stream. Lol.
Bijna 1000 subs, serieus? Sky Blue Septums. Oh yeah. Okay, I'm gonna leave that stream. Did not expect it to actually work this well. Oh, 909. Oh. Nou, dat heb ik er vandaag in ieder geval weer 10 bij of zo, dus dat is best netjes. Can I join you? Yeah, my P217, I'll send you an invite, bro. Ja, dat is best lachen, hè? Ik doe straks nog wel een keer een. Yeah, oh yeah, dollar bill. Dollar bill, dollar bill, dollar bill. Wait, could you post your PSN again? Was it just dollar bill, like. Dollar. Bill? Okay, there's 12 players named dollar bill, apparently. I don't know which one you are. Dollar bill. Oh, okay. Okay, you have been invited. Robin, ik invite jou ook nog wel eventjes. But yeah, well, I guess the game went pretty well, considering. Blue Demon. Okay, just need to invite a few more people. Oh, Blue Demon, not Blue Demon. In de kaas van. Oké, guys, give me one second. The stream will be right back. I'm just sending out a whole bunch of invites. Dank, Power. Hoezo snap je niet? Het is toch eigenlijk best simpel. Ik ga naar een andere stream toe. Ik zeg tegen de mensen daar. Don't tell anyone but Bob's here. En dan komen er ineens allemaal mensen aan. Is but Bob hier? Ja, dat is best grappig. Ja, ik wil proberen om meer van dat soort games te. Frek. Dan heb ik Fietsman niet geïnvite. Nee, dat jullie gewoon allemaal op zoek gaan naar de stream waar ik dan in verstopt zit. Ja, de party is alweer vol, Fietsmand. Lol, I'm getting spammers. Forest Green Octane. Yeah, but I kind of like the Forest Green Octane. That's the car I'm using. Oh, wait. It's the other guy. Not really. Gonna pass, bro. The better my full green car. Yeah, but look at how sweet the green octane looks. It looks on my car. I mean, my green octane is my car, but on this setup.
What kind of want to keep it? All right. Guys, is there anyone in the stream that wants to make me an offer on my Scorer Certified Reaper? This one? It's Scorer Certified, so extra cool. Prefer keys, but no. First Green Mantis? Lol. Nope, I'm gonna pass on that one. I mean, sure, it's like 15 items, but they're all, rare decals. Normal rare decal. Doesn't really help if you add, like. I'll try this for the heat wave. Reaper's Scorer certified. You have Reaper already. Well, no problem, bro. No problem, bro. I'll just pass then. I kind of like Heatwave though. How about I give you a Sniper Purple Vaults with the Mantis? This should be about fair for the Heatwave. Guess I could add something really small if you really want it, but. Okay, no problem, man. Well, basically, the heatwave was the only thing I. Ben ik de enigste hier? Nee, er zijn 13 mensen aan het kijken, Ariel. I do kind of want to sell the Reaper, though. Well, want to sell it. Basically, I just want some keys. I also really like the photons, by the way. Those photons are surprisingly beautiful. Chatten niet. Hey, talk to you later, Dollar Bill. Thanks for dropping by. Maar ja, je mag sowieso wel een tweede party maken.
De pizza banner. Ken Gamer, ja, ik kan je inviten. Ik invite je naar de naar deze trade even, ja? Energy drinks. Ooit op een dag, als ik echt bekende YouTuber ben, hoef ik geen energy drinks meer te kopen omdat ik gewoon gesponsord word door een energiedrankmaatschappij. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervoor wil, joh. Oh, niet in India's in ieder geval, dat vind ik lelijk. Rocket League Championship, die ik al. Is die voor Octane? Nee, Ninja wil ik niet. En soccerbal ook niet. Ja, zoveel mensen en niemand die chat. Ah, oké. Ja, ik heb geen idee. Wat vinden jullie dat ik ervoor moet vragen? Ja, Hoi Joris, dat is fijn. Ja, maar de vorige keer dat ik een nice slice banner verkocht, kreeg ik er 2 keys voor. Oh nee, wacht, dat was salty. Hey, Battlefield. How you doing, man? You actually play Battlefield? Ja, ik kan dan wel wat crates adden of zo. Add ik 10 overdrives. Hey Simone, kan je niet joinen? Dat heb ik niet. Nieuwe crate, ja, ik heb er nog één. Ik wil die eigenlijk gaan openen, maar ik zit te wachten tot deze trade klaar is, zodat ik. Oh, en guys, please subscribe to my YouTube channel if you want to join the giveaway for the free keys. 6 free keys. Oké, okay, yeah, no problem, man.
Oh, hey, wait. Oh, yeah, of course, I had put the septums on there. Totally loving the photon, by the way. Beautiful fucking wheel. I'll invite you. Guys, if you want an invite, please tell me now, because I'm, busy inviting. Can gamer. Oh ja, Jari Afka. Tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik was het al bijna weer vergeten. Ik had je wel gezien hoor, maar een Halloween craze. Nee, nee. Nou, eigenlijk wil ik wel Halloween craze, maar weet je wat het is? Iedere keer als ik die dingen heb, dan ga ik ze ook openen en straks heb ik geen keys meer. Ik moet nog 6 keys hebben voor de giveaway, weet je? Ik heb nog 6 keys. Maar als ik nu crates ga openen, dan moet ik weer nieuwe keys regelen. Dus eigenlijk wil ik gewoon deze hier, die Reaper, wil ik verkopen voor keys. Need one nitrous chest or endo or mantis or other carpy, please. Why? How could you possibly need either a nitro or a car? I'll give you a free overdrive crate if you want. Hey, Denzel. Ik denk dat dit wel een redelijke offer is, maar ik weet niet zeker. Oh, nee. Oh, het is allebei 2-3. I'll do. Hè? Darn it. Alright. Red ik nog een klein beetje. Oké, no problem. Well, no, I'm not gonna invite you, but maybe if someone else wants to give away their stuff for free, they'll do so. I don't have Endo and Mantis, by the way. Yeah, I've got some painted Mantis, but I've got a painted Endo. Not trading those. Guys, you wanna go, I don't know, play ranked matches or just play some
Private matches? Tell me what you want. Maybe I could just get like the first two people that respond to play ranked 3v3s with them. Are there two people here that want to play with me? That's all I need right now, actually. Oh, and I wanted to open one of the crates. Yep, 912. Private drop shot. Yeah, okay. I could also do a private match. Okay, I will need to get new keys after this because I only have five left now and I need six. But come on, give me something good. I love opening crates. It's always so exciting. It's got an element of gambling to it. No way. 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 I got two Reapers. Two Reapers in a row. Dude, what? Not even kidding. Ja, dit gaat. I really did not expect that to happen. Oh man, I should sell these for keys. I really should. I mean, I really will, actually. Yo, what's up? Gazol. Listen, I opened the first crate, got score a Reaper. Then like 15 minutes later I opened the second crate and got another Reaper. Ranknames spelen? Mag ik je Reaper? Nee, mag je niet. Ik ga ze allebei verkopen, want ik heb keys nodig voor de giveaway. Ja, I'll play a sub game with you guys. Name is Bob. Oh, wrong one. Name is Bob. Password's also Bob. We'll start with the regular match. Hoe lang ga je livestreamen? Tot de avondeten, denk ik. Nou, misschien ga ik straks ook al wel weg, trouwens. Hey, why is nobody joining?
Guys, name is Bob and password's also Bob. Oh, okay. It is working because Blue Demon joined. Oh, I see you guys are joining. Shouldn't be so impatient. Yeah, no, there's like five people already. Six. Oh, guys, by the way, if you haven't subscribed, please do so and join the giveaway at 1,000 subs. Also, tell me what kind of matches you want to play after this. These are well tough, eh? Ja, misschien dat ik die nog wel op de auto zet. Maar ja, ik gebruik nou Parallax. Dat vind ik ook wel mooi. Yo man, Simon. Alles goed? Weet je wat er net gebeurde, joh? Ik open een Halloween Crate. Krijg ik gewoon de Score Certified Reaper. Open ik nog een Crate. Krijg ik gewoon een Reaper. Dan heb ik twee Reapers. Ja, echt vet bruut. Maar ja, ik moet er eentje ruilen voor keys, want ik heb nou de keys gebruikt die ik eigenlijk voor de giveaway had bedacht. Dus dat is wel een beetje jammer. Ja, ook echt, hè? Mantis skin, oh dat is jammer. Ja, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik voor de met die Accelerator crates kreeg ik ook iedere keer die Mantis skin. Die heb ik nou gewoon, ik had hem in drie kleuren. Ik heb er eentje weten te verkopen. Maar ik vind het sowieso altijd jammer als je zo'n skin krijgt. Ik krijg ook wel skins voor de breakout of zo. Die gebruik ik echt helemaal nooit. Oh, nice, nice, nice. Three v two, and we're still losing. How? I mean, how? Yep, that's going in. Oh, nice. What a save. What?
Why, bro? Why? Yep, overtime. Endo. Okay, cool. Hey, Asma. Guys, by the way, if any of you have keys and you want to buy one of my Reapers, because I've got two now, well, let me know, because I really need to get some more keys for the giveaway at 1,000 subs, because I'm giving away 6 keys and I only have 5 left. Actually, I could just sell the Paradox. Oh yeah! Well, I'd take about 8 keys for the regular one and about 13 for the score certified one. Oh, no, sorry bro, this is PS4. I still think I'm just gonna try and sell it. Oh, ja, sorry. Ja, misschien straks nog een keer GamerNL. Ik wil eerst even mijn een van mijn Reapers verkopen, zodat ik weer keys heb. Kunnen jullie mij niet helpen met het verkopen van die Reaper?
Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Helpen jullie mij even met het verkopen van de Scorer Reaper? Degene die een trade voor mij regelt, krijgt dan iets leuks. Ik denk er even na, ik kom hier over, na het potje even, even op terug. Ja, welkom terug, Arjan. Hey, wil jij een Reaper kopen? Oh, jij hebt keys toch? Ja, je hebt keys. Ik heb Scorer Reaper en gewone Reaper. Gewone Reaper volgens mij 7 of 8 ongeveer. Dus ja, ik zou hem wel verkopen voor 7 keys. En ik heb Scorer Certified Reaper. Maar ja, de Scorer Certified. Scorer is na Striker de hoogste. Dus die is denk ik. Dus daar zou ik wel eigenlijk 13, 14 keys voor willen hebben. Ja, ik wil die scorer wil ik traden. De gewone hou ik of ik verkoop hem. Maar de scorer wil ik in ieder geval gewoon keys voor hebben. Wouter MMG, die wil mijn Reaper traden. Wat biedt hij ervoor dan? Of is het gewoon je tweede account of zo? De Scorer Certified, liefst. 10 keys? Nee, dat is veel te weinig. Of voor de gewone, of? Yo, Critical X Aiming. What's up, bro? Ja, ik heb 2 Reapers. Scorer Certified en ongecertificeerd. Maar Robin, wou die de gecertificeerde of de gewone? Yo, Kavish. Ah, jammer. 912, yep. Gewoon weer, hoppa, 15 erbij vandaag. En de dag is nog niet om. Endo Painter en Huilende Wolf.
Twee vampire bats. Oh, dat is ook wel leuk. Dan kan ik er eentje verkopen en eentje weggeven. Ja, dat is wel een idee. Heb jij twee vampire bats dan, Edwin? Want ik wil dat eigenlijk wel. Nou, ik was eigenlijk proberen te verkopen of te ruilen voor keys. Keys kan ik gewoon veel meer mee, weet je. Kan ik een paar crates openen en dan ook gewoon zo crates openen en wat dingen weggeven en zo. Oké, dan geef me je PSN maar. Tenminste, je zit op PlayStation, hoop ik dan. Ah, oké. Ja, ik stuur wel even invite, Arjan. Poeh. Ja, jullie hebben invite. Random games. Doen, please. Waarom? Hey, maar anders vraag hem of hij 7 keys wil doen voor de ongecertificeerde. Want ik ga eigenlijk niet de certified verkopen voor 10. Dat is veel te weinig. Kom niet eens in de buurt. Ik heb wel Revenant als je wil. Hellfire for Reaper. Ja, welke site is dat? Zo, GamerNL. Bij Hellfire voor. Ja, voor gewone Reaper neem ik aan. Ja, professor YouTube, wat was jouw PSN ook alweer? Two up nerf, natuurlijk. Ik kan de site niet sturen. Oh, no worries man. Ik geef je wel heel eventjes mod rights. Dan mag je wel links posten namelijk. Even, heel even dan. Nu wel. Nu kan je hem gewoon neerzetten als het goed is. Oh, gewoon de Rocket League garage. Geen probleem man, ik scroll daar wel even heen. Rocket League. Hext. Huh, chill. Thanks man. Dat was even mod. Screenshot? Screenshot waarvan? Waarom? Oh, van de mod.
Lab or Torah? No, not really. Nou, het enige probleem is dat ik nou nog steeds geen keys heb gekregen. Moet ik alsnog die hex weer gaan verkopen? Ik zou hem ook alleen voor die hex gedaan hebben trouwens, maar... niet erbij zeggen natuurlijk. Als hij dat biedt, ja, is goed. Hex vind ik namelijk wel tof. Oh ja, ik heb ook nog... Ja, en ik heb nog de Reaper. Score certified. Ja, dat is wel chill, ja. Oké, kan iemand hem even invite in de party? Ik zit in de trade. Purple Samba, 7-9 dacht ik. Even kijken hoor. Yo, AK Lion. Kalos. Ja, alle invite je, ik ben hier geen prijslijst of zo. Para? Ja, ik heb vrij veel Rocket League Championship decals. Die heb ik laatst. Ik kreeg er laatst. Can I give you stuff? I can, but I won't. Saffron boost? Nee, volgens mij niet. Even kijken hoor, maar. Nee. Nee, ik heb alleen Crimson. Dit dan? Oh, dat is die topper. Undying Love. Nou. Ja, nou, helaas. Nee, Lime SLK's. Ja, dat is goed, man. Dit is mijn inventory. Crimson Elemus. Oh no, 150 over 149 overdrive crates. Ja, ik kan nou ook wel even inviten, joh. Ik ben dan toch uit de crate.
Maar inderdaad, guys, als jullie zien dat er iemand in de stream zegt van, hey, kan je inviten? Inviten jullie dan ook even. Sowieso valt de stream uit als ik invite. Ah, trade lock voor altijd. Ja, dat is wel zuur. Maar ja, je hebt hem tenminste. Dat is cool. Oh ja, ik heb de Jäger, heb ik ook. Ik ga een toffe Jägerauto bouwen. Oh ja, chips. Ik was nog mijn inventory aan laten zien aan professor YouTube. Maar goed, nou ja, zoals ik zei, we hebben die hele rij met kratjes. Zou ik ook gewoon een keer vanaf moeten eigenlijk. Ik heb nog een show-off hext. Show-off is wel een van de laagste certificeringen, geloof ik. Ik heb het hier ergens staan. Ja. Tier 5. Doe trade-ups. Ik kan geen trade-ups doen. Ik heb allemaal trade-ups al gedaan. Er komen weer zoveel goede spullen. Ja, ruilen. En donaties en keys kopen. Hoewel, ik heb wel. Ik denk, al het geld wat ik aan keys heb uitgegeven, of althans het grootste gedeelte, heb ik er wel weer terug. Omdat ik dingen heb verkocht. Daarover gesproken, ik ging. Ik ga het even op Reddit zetten. Hex dat Trident of Parallax. Already have both Hex and Parallax. Hey Tobin, welkom terug. Hey, het is Rapper Shores. Hey Tobin, welkom terug man. Jeker. Dat zijn allemaal items die ik toch nooit meer ga ruilen. Als ik dit ruil. Zo zou werken. Oh. Purple Endo, Kalos, Proton, Troika, Gray, Sentio for 17, Magic Missile. Nou, die wil ik allemaal niet.
Oké, okay, hey, als jullie even. Oh, Lois heeft Reaper, ja. De rest mag je wel houden, want. Net een normale voor 12 heeft gekocht. Oh, dat is best wel duur. Want die beter die van mij kunnen kopen. Yes. Very nice. Nice. Oh, check it. Dit ziet er best wel sweet uit, jongen. Dat had ik eigenlijk ook al wel verwacht. Dit moet dan even niet rood, maar geel of zo. Geel of zwart. Yo. Ah, geen witte, dat is. Een moment hoor, ik probeer net mijn auto aan te passen. Iedere keer als je me een trade invite stuurt, moet ik weer helemaal overnieuw beginnen met aanpassen van mijn auto. Zo, zo, zo. Check hier, dit ziet er vet sweet uit. Yep. Normaal een keer voor. Je vraagt ook elke keer of ik giveaways wil doen, hè? Luister, ik wil nog wel een keer. Ik doe vast nog wel een giveaway vandaag, maar. Niet nu meteen.
Oh ja, ik heb trouwens ook nog Reaper. Ah, oké. Ja, natuurlijk, het is wel makkelijker ook. Eén. Oké. Nee, ik wil die items allebei niet. Ik word toch nee gaan zeggen. Scheelt weer. Ik heb je invite. Dadelijk kan je niet meer in, maar oké. De party is al vol. Ja, ik vond dat best wel een goede ruil, die Lone Wolf. Ik vind dit is echt een van de topste stickers die je kan krijgen voor. Octane. Lol. Gratis crate, gratis crate. Wee. Ik wil eigenlijk die Reaper verkopen. Scheelt ook die. Oh, lol. Goeie trade wel. Oh, Place Choice Crates. Nice. Ik denk ooit op een dag worden Players Choice Crates nog echt wel veel waard. Als het op een gegeven moment echt moeilijk wordt om nog nieuwe witte zomba's te krijgen.
Nee, maar ik moet hem echt verkopen voor kiezen. Ja, zo. De party is vol. Oh, ja, dat kan. Nee. Ja, dat zei je, maar hij is niet tradable, toch? Ook echt meteen, hè? Ik kan hem anders ook wel gebruiken. Als jij hem niet wil, geef hem maar aan mij. Nou, zeker weten. Oké. Ja, vooral die bij jou, Arjan. Die is namelijk niet tradable. Die kan je nooit meer verkopen. Die heeft voor de rest van je leven in de inventory staan. Oh shit, ik word getelefoneerd. Eén momentje, ik ben echt over 2 minuten terug. Ik moet even de telefoon opnemen. Nee, maar op zich, het is wel beter, Arjan, als je de Reaper krijgt. Want als je echt zo'n lelijke item krijgt, dan zit die ook gewoon voor de rest van je leven in je inventory vast. Ah, kijk, het is Arjan. Oh, Arjan. Je hebt 4 GPS? Wat zijn GPS? GPS. GPS. Oh, GP's, ja, natuurlijk. Mag ik een vriend GP? Nee. Ik ga hem wel weggeven. Ja, als Jasper het goed vindt. Jasper, laat me even weten of je het goed vindt als ik hem weggeef. Als Jasper het ermee eens is, wordt dit de giveaway voor het einde van de stream. Jasser, vind jij het oké als ik die Animus GP voor een giveaway gebruik? Ik bedoel, ja, je hebt het wel gewoon aan me gegeven natuurlijk, maar als je zoiets hebt van ja, dan geef ik hem jou en dan ga je hem weggeven, vind ik niet cool, dan doe ik het niet. Maar anders dan wordt dat giveaway, zeg maar. Cool, cool. Nou, dan hebben we straks dat als giveaway. Ah, moet er nog net eentje bij hebben. Oh ja, Edwin. Edwin, daar is hij.
Sticker. Oh, ik hoef geen. Wat voor sticker? Waarom zou ik een sticker? Oh, zo voor de trade-up? Nee hoor. Ja, tuurlijk. Ja, niet nu hoor. Gewoon einde van de stream of zo. Lekker volle inventory. Filter staan te gaan, maar grapjas. Kijk dan. Hey, Noordin. Is goed, Jorrie? Moest horen, ik heb. Oh. Goeie vraag. Wel een paar keys, denk ik. Hij is roze. En roze is meestal niet echt een populaire kleur. Maar hij is wel Striker Certified, dat scheelt wel een hoop. Ik zou zeggen dat hij tussen de 5 en de 10 keys zou moeten zitten ongeveer. Ik zal ook de rest van mijn items even laten zien hoor. Ja, Vampire Breath ben ik sowieso niet echt naar op zoek. Skyblue Cauldron. Oh, die lijkt me wel mooi, ik heb hem niet gezien. Vriend heeft me gratis niet gegeven omdat hij Zombas gescamd had. Oh, dat is netjes, Nordin. Luister dan, doe een giveaway nu. Oh man. Ik geef je vorige keer een time-out. Ik zeg, ik geef je deze keer een time-out. Volgende keer krijg je permanente ban. Wat doet hij? Jongen. Blokkeren. Zo, die is ook weer opgeruimd. Yo, AO Games. Oh ja, Skyblue Cauldron. Oh, kost een. Oh, ik is ook al gezien. Ja. Ik vind ze op zich wel mooi. In al hun lelijkheid zijn ze nog best mooi eigenlijk. Oh ja, Wesley is goed man. Ja, ik wil toch echt eigenlijk die Reaper gaan verkopen. Aan de andere kant, ja, maakt ook uit, ik wil hem ook best wel houden.
Even kijken. En ik heb een heleboel van die Rocket League Championship titels. En volgens mij heb ik iemand gevonden die misschien wel eentje wil kopen. Oh, geen strijker certified. Jammer. IT kanaal, hallo. Hey, F2 Rocket Tilers. You wanna trade? Nah, let's play a couple of rounds. Guys, yeah, ik start wel even een private match. Create private match. Name is Bob. Password's also Bob. Also, guys, if you wanna join the giveaway, I'm giving away 6 keys when I reach 1,000 subs, which should be somewhere in the next couple of days. Oh, 913. This is going quite well. Think I might actually reach 1,000 like in 3 4 days probably. Here the parallax is sniper sub-zero. Not really, no. Thanks. Oh, trouwens, einde van de stream doe ik een leuke giveaway met painted auto. Mede mogelijk gemaakt door Yara, die hem net aan me gedoneerd heeft. I don't know why I'm using the Halo on this card. It doesn't really look all that good. Einde van de stream, Raging Noob King. Ik ga nog een paar potjes doen en dan gooi ik de giveaway erin. Darn it, bijna. Ik vind het wel echt super tof dat ik echt best wel vaak zo donaties krijg van mensen. Ook met de Nothing to Something Challenge laatst, kreeg ik gewoon van allerlei mensen gewoon aan één stuk door allemaal gratis items. Dat heeft wel echt enorm geholpen. Ik heb nou ook nog. Oh ja, ik heb onder andere nog de Beta Nugget. Misschien had ik Beta Nugget wel bij 1200 abonnees doen of zo. 1100. Ja, ik vind het best wel een toffe map. Alleen, dit is avond en ik vind. Je hebt ook de variant dat is middag, geloof ik. Die vind ik wel toffer, dus hier die zon echt nog fel schijnen zo. Het is een beetje schemerig. Chipo's. Kom op, kom op, kom op, kom op! Nee, helemaal niet. Nou, vol gas. Ship? Je bent een schip aan het eten? Oh, chips.
Oh, ja, denk ik. Chips. Uiteraard. Oeh, een Fortnite stream. Dat is een uitstekende vraag. Even denken. Wat dacht je van. Oeh, morgen kan ik niet waarschijnlijk. Nou, ik vrees dat dat woensdag ongeveer zal worden. Dat heb ik al gedaan, man, GamerNL. Nee, ja, woensdag denk ik. Want morgen ga ik bij een vriend van me op bezoek, 's middags. Want die heeft een kind gekregen. Of dan, zijn vriendin heeft een kind. Ja, hij heeft ook een kind gekregen van zijn vriendin. Zijn vriendin heeft een kind van hem gekregen. In ieder geval, die hebben een baby. Moet ik komen bekijken, weet je. Zeggen van, oh, wat een lief kind. En dat soort dingen. En dinsdag ga ik. Denk ik waarschijnlijk misschien naar Groningen. Not sure, maar. Maar waarschijnlijk dinsdag. Dinsdagmiddag of woensdagmiddag. Een van de twee. Ik denk dinsdagmiddag, maar dan wel begin van de middag. Nou, goede grap. Echt wel vet goede grap. En ik ben nog helemaal geen 30, ik ben pas 28, ja? Hi Bob. I just said hi Bob to myself. Hi Frank. Kom op visite, nee. Oh, dat zou wel een vet goed idee zijn voor een soort van YouTube-serie trouwens. Gewoon dat ik bij mensen op visite kom. En dat ik dan gewoon splitscreen Rocket League met ze ga spelen. Yeah, you know, I've been streaming for like 3 hours or so. It's. Kopje thee komen drinken in Schilderswijk bedoel je? Is het weer Bob Bob? Ja, het is weer Bob Bob. Bob 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 Bob. Nee, ik ben aan het gamen. Maar ja, deze is wel goed, Robin. Kan wel. Heb je een Halloween crate? Ik wil wel vet graag een Halloween crate. Ruil je een Halloween crate voor een accelerator crate? Ik wil anders ook wel twee accelerator crates voor een Halloween crate. Schiet? Nou. Ja, oh, er zitten nog twee mensen spectaten. Ja, die zegt vol, zeg maar. Hi, King Tony, how you doing, bro? Maar nu maar eens een potje dropshot. Ja. Robin, ik kan zo dadelijk weer even traden. Eerst even game. Ja, 1 key lijkt me ook een beetje extreem voor een accelerator crate. Maar heb je een Halloween crate? Dat doe ik er wel twee voor. Samba Lime Winner Certified. Die crypto-ripper. Een Reaper. Maar maakt het niet uit. Dat is op zich wel tof. Oeps. Yo, wat is met mijn auto? Hij is helemaal.
Ziet er helemaal funky uit. Kunnen jullie abonneren? Ja, kunnen jullie allemaal abonneren op Batse Bob? Abonneer allemaal op mijn stream, guys. Ah, ik dacht dat je ging zeggen dat ze op mijn stream moesten abonneren. Dat is ook niet eerlijk. Nou, dat vind ik wel echt jammer. Ja, weet je, ik kom er ook niet bij jou spammen. Een Halloween kreet? Nou, ruilen voor accelerator. Hele geluid naar de malle moer. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier is het altijd bij dropshot. Ja, ik ben niet boos, E.T., maar als mensen een keer vragen van wat vind jij toffe stream, zeg dan wel een keer in je stream van ja, Batse Bob. En geef ze ook even een link naar mijn kanaal of zo. Ja, maar ik bedoel later als je wel veel hebt. Doe dan een keer een shout-out naar mij. Dat zou ik tof vinden. Nee! Mooi schot. Cool, cool. Nee, ik ga niet meer inviten, JW van der West. Ik ga gewoon even een paar potjes spelen nog. Very rare, hè? Very rare! Ja, ik doe nog een paar potjes en dan ruil ik even de... Ja, klopt, klopt. Twee vragen. Ja, sorry man, eentje is gratis, daarna is gewoon afrekenen per vraag hoor. Oh, welkom, ik heb een headset van Turtle Beach. Volgens mij de P50P. Redelijk goedkoop ding, volgens mij 40, 50 euro ongeveer. Maar ja, ik heb zo niet allemaal geluisterd eigenlijk. Ik heb alleen gewoon gekeken welke lekker zat en deze vond ik wel lekker zitten. Toen heb ik op internet gekeken waar die het goedkoopste was en daar besteld. In de winkel uitgeprobeerd. Badaboom! Ultra damage. Vol beeld Rocket League. Ik snap de vraag niet. Hoe bedoel je? Je speelt er ook gewoon op vol scherm Rocket League, neem ik aan. NL? Oh, dat. Nou, dat is gewoon bij broadcast settings. Wel, advanced settings of zo. Er staat er van display messages on the side of the screen of zoiets. Zou er nou wel naar kunnen kijken, maar dat kost me waarschijnlijk een doelpunt. Rocket League is vastgelopen. Oh, dat is karig. Voor zo'n licht spel loopt het wel vaak vast. Maar dat is gewoon onder advanced settings, joh. Of zoiets. Gewoon als je stream aangezet hebt, even. Ja, ik kijk wel even. Druk je op share. En dan broadcast settings. En dan advanced settings. En dan. De vierde: display message to spectator en spectator's comments. Nee, daar heb ik een doelpunt tegen gekregen. Ik had niet moeten kijken. Ja, ik weet het, het is gewoon helemaal mijn schuld. Sorry, guys. I'm not doing any more trading today, Toch. I'm just gonna do like this match and then one more match and then I'm gonna do
A giveaway? I'm giving away something pretty nice. Or something reasonably nice, anyway. And after that, I gotta go. So the stream's gonna end in like 20 minutes or so. Wacht even. Oh ja, wanneer ga ik een doneerding aandoen? Dat is een goede vraag. Ik heb ook al een tijdje over na zitten denken van, ja, wil ik daar eigenlijk wel? Toen dacht ik daarna van ja, volgens mij hebben ze een beetje alle streamers wel zo'n doneerding, dus waarom zou ik dat dan niet doen? Dus ik maak binnenkort wel een doneerding. Moet alleen nog even kijken hoe ik dat ga doen. Oh ja, maar ik hoef niet echt per se een Halloween kreet hoor. Ik bedoel, ik krijg er vanzelf ook nog eentje als ik weer ga spelen. Ja, oké. We hebben op zich, iedereen is ook gewoon vertrokken. Is zo, dropshot, daar heb ik ook geen zin meer in. Wat ik me goed voor kan stellen. Ik vind het sowieso wel vet tof dat jullie iedere keer meedoen met private match. Want op zich kan je ook gewoon, zeg maar, ranked matches spelen en dan wel crates krijgen. Oh, ja, inderdaad. Deze giveaway wordt mede mogelijk gemaakt door Jara's. Oh, Robin, zeg maar dat je een Halloween crate hebt, dan ben ik echt gelukkig. Nee, dat is ook goed. Die wil maar twee. Oh, twee Halloween crates. Ik denk al, joh. Ik zit zo aan te kijken. En ik denk, ik hoor je twee heatwaves doneren. Ik denk, hè? Oh, maar super tof. Dan ga ik die nog even openen voor het einde van de stream. Oh, hè? Wel twee heatwaves. Lol. Ik stuur net een invite. Maar ik denk zo. Ja, dus zo is dit een troll. Eerst liken, dan kijken. Oké, nou, ik heb je invite gestuurd. Join the party maar. Als ik serieus twee heatwaves krijg van Aloen, dan ga ik eentje weggeven en eentje op mijn auto zetten. Als je het goed vindt trouwens, Aloen, dan kan al eentje giveaway. Doet wat, pizza boy. Fireworks, oh, dat is ook leuk. Gracias. Dude, I have 31 likes. This is going crazy. Think 31 might actually be see je wel, wist het toch?
Maar ik dacht serieus dat je me Halloween kreet zou gaan geven. Daar was ik wel heel blij mee geweest. Maar, weet je, maakt niet uit. Ja, ik wist ook wel dat het een prank was. Give away in de stream. Kijk, word ik gebouwd? Waar moet ik dat zien dan? Partytime gekregen met de decryptor. Oh, dat is zuur. Ik ga gewoon hier in de stream een giveaway doen. Jorg, ik ga nou niet meer inviten, man. Want ik ga zo offline. Ik ga alleen nog één giveaway doen. Eens even zien. No, sorry, Toch. I'm not gonna trade anymore. I need to leave after this short giveaway. Okay, here's what I'm gonna be giving away. The Forge Green Animus GP. Yeah, this is PS4, bro. Cool dude. Cool name, cool dude. Tuurlijk, als je hem wint, dan hoef je alleen. Zeg maar, je kan hem nu gaan winnen. Het wachten is alleen even op. Yara! Yara, Yara, Yara. Yara, ben je er? Ja, Groene Animus GP. Ja, Yara heeft hem gedoneerd. Ah, hij is er al. Natuurlijk, ja, iedereen die in de chat zit, die maakt kans om te winnen. Yep. Nou, zeg maar, uitroepteken winnaar. Oh, je hoeft niks te doen om mee, niks te doen, Mark. Je maakt gewoon kans als je in de chat zit. Maar je kan ook nog de giveaway joinen voor de key giveaway voor als we 1000 abonnees gehaald hebben. Nightbot legt uit hoe. Maar Yara, zeg maar winnaar. Raging Noob King, wat? Komt-ie. Oh, Alun, zou je toch even moeten. Mijn invite moeten accepten, man. Alun, 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 Alun. Cool man, Mark. Hallo, 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 hallo. Kom even in de chat om je weer de auto op te halen. Oh man. Ooit later ga ik een keer zo alle stukjes die ik aan het zingen ben tussen de stream door zo allemaal achter elkaar plakken en een compilatie van maken. Nee, ik ga wel gewoon even geen Minecraft spelen. Alun, waar ben je? Hey, waarom wordt hij niet zo? Oh. Nope, hij is er inderdaad niet. Ja, even heel even nog de tijd. Aluna, kom niet, want ik wil die spullen hebben. Aluna, je hebt nog een tijd tot ik mijn blikje energy drink op heb. Ja, ik denk dat dat de enige oplossing is, Ranging Noob King.
Ik zou eigenlijk gewoon een soort van timer moeten hebben. Oh. Het ging snel af. Ja, 1 minuutje nog. Dan kan ik even snel. Nee, want volgens mij. Want als ik dit nou niet doe, dan vergeet ik het sowieso. Maar volgens mij heeft Nightbot een timerfunctie erin zitten. Ik wil sowieso meer Nightbot-functies gaan gebruiken. Want er zijn heel veel toffe dingen die. Wat voor energy drink je? Ik drink Slammers van de Boni Supermarkt. Daar zit hier een Boni in de buurt. dus ja, dat. Ja. Timers. Nee, hij is inderdaad niet. Jara, wil je nog een keer winnaar zeggen? Can I see your cheap inventory? Oh, sorry man. I don't have a cheap inventory. Ja, Jara, zeg maar winnaar. Well, these are all pretty cheap. Torben! Torben, gefeliciteerd jongen. Zal hij zien dat hij er ook niet is? Ik zal eens even trouwens in de Nightbot instellingen kijken hoe lang je kans blijft maken. Even nerden hoor. Oh nee, Torben zit op PC. Ja, nou doen we dan meteen maar overnieuw, Jara. Ja, helaas man, Torben. Maar Jara, zeg dan nog maar een keer winnaar. Ja, dat is wel naar, weet je, maar I have one item that all your inventory. I don't even understand what you mean, bro. Daan Kempers heeft hem gewonnen. Daan, ben jij nog wel in de chat? Ah, kan niet getreden hebben. Yep. Wat was het ook alweer? Daank nog wat, dacht ik of niet? I have one item that's worth your whole inventory. Oh, that's sweet, Andrea. You have striker white Zomba, so what? Oh, white Apex, yeah, that's cool. I had the black ones, but I traded them. Ja, sorry, ik ga niet meer traden, man. Ik ga nou. Guys, I really have to leave now. So, thanks for watching. Oh yeah, don't forget to press the like button. And join the key giveaway at 1,000 subs. I'm just gonna check real fast to see how many subs I've got now, because you know, really addictive to keep watching. Keep watching. Oh, 916. That's 18 or 19 new subs today. Oh, I'm well on track to reach 1,000 before the end of the week. Toch, what's up, bro? Komen toch meer giveaways? Ja, morgen weer. No, sorry man, I really have to leave now. Because I'm actually already in a hurry now. So, I'm sorry, but I've gotta go. I'll see you guys again tomorrow or Tuesday. Probably tomorrow evening or Tuesday afternoon.
Anyway, thanks for watching and talk to you guys later. Bye.